Het behoud van 2/3 van de Hedwiggepolder is het maximaal haalbare voor Nederland. Dat stelt staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. De rest moet echt onder water. Die 100 hectare, die moeten we gebruiken voor dit natuurherstelplan. Ik vind het jammer, maar ik wil een totaaloplossing. En ik wil een mogelijkheid om het eindelijk eens een keer als Nederlandse regering met Europa eens te worden en met Vlaanderen eens te worden. En daar was dit onderdeel essentieel voor. Naar mijn vaste overtuiging, we hebben zeer intensief onderhandeld, wekenlang. Dit is het maximaal haalbare. En er is eigenlijk maar één alternatief voor dit plan. Dat is het volledig onder water zetten van de Hedwiggepolder. Op Schouwen-Duiveland worden al 3 jaar op rij minder parkeerbonnen uitgeschreven. Een van de oorzaken daarvan is een verdubbeling van de tarieven enkele jaren geleden, naar 1 euro per uur. Met name Zierikzeeënaren pakken sindsdien vaker de fiets als ze naar de binnenstad moeten. Ook de toerist gedraagt zich beter. Werd voorheen nog wel eens het risico op een bon genomen? Tegenwoordig spoedt de badgast zich naar de parkeerautomaat langs de stranden. Maar er wordt ook simpelweg minder gecontroleerd op fout parkeren. De Fransman Maxime Daniel heeft vanmiddag de ZLM Tour op zijn naam geschreven. Hij won de sprint in een kopgroep van 22 man en eindigde voor de Argentijn Eduardo Sepulveda en de Belg Kenneth van Bilsen. Beste Nederlander was Wouter Wippert, die 5e werd. Vlak voor de streep zag hij zijn weg versperd door de Belg van Bilsen. Die Belg die komt van helemaal links naar helemaal rechts. Okay. En het was of dat Rangnick of inhouden. Ja, en inhouden was 5e. Smaakmaker van deze editie was de Sloveen Jan Polanc, die op de Zeelandbrug al een aanval plaatste en in de laatste rondes in Goes ook nog lange tijd voor de kopgroep uitreed.